Hartstikke welkom iedereen en fijn dat jullie allemaal vanavond zijn bij de uitreiking van de Edi Perron prijs en ook bij de Edi Perron lezing. We hebben een heel mooi en gevarieerd programma voor jullie in petto, maar laat ik ons eerst even voorstellen. Mijn naam is Yvette Drissen en mijn collega hier naast me, dat is Jenny Janssens. En samen maken we deel uit van Minorities and Philosophy, oftewel MEP Tilburg. En dat is een groep idealistische, enthousiaste filosofiestudenten die graag... We zijn dus hier studenten op Tilburg University en graag willen ons bescheiden steentje bijdragen aan het publieke debat over diversiteit, de inclusie van gemarginaliseerde groepen en rechtvaardigheid. En de avond van vandaag die sluit er natuurlijk heel netjes bij aan. Ja, zoals gezegd staat vanavond in het teken van de Edi Perron prijs. En de prijs is bedoeld voor schrijvers, kunstenaars en publieke intellectuelen die net als Edi Perron in zijn tijd grenzen signaleren en doorbreken. En dit om verschillende bevolkingsgroepen dichter bij elkaar te brengen. Yvette gaf het net al aan, we hebben een heel mooi programma voor jullie in petto. Waaronder natuurlijk de Edi Perron lezing die dit jaar zal worden gegeven door Paul Scheffer. Het thema daarvan is oude en nieuwe oorlogen en de waarde van Europa. Daarnaast hebben we uiteraard de prijsuitreiking. En we hebben een aantal hele toffe spoken word artiesten voor jullie die zo meteen gaan optreden. Waaronder Treintje van de Wouw, Danielle Zawadi en Kevin Groen. De avond is georganiseerd door Studium Generale en Minorities and Philosophy. En de prijs wordt uitgereikt namens gemeente Tilburg en Tilburg University. En in het bijzonder Tilburg School of Humanities and Digital Sciences. De uitreiking vindt dit jaar voor het eerst plaats tijdens Night University. Ja, dan wil ik graag Odile Heinders naar voren roepen. Heel erg bedankt. Ja, de prijs is dus vernoemd naar Edi Perron. En ik hoor jullie al denken, wie is deze persoon en waarom is de prijs naar hem vernoemd? Ja, dus ik wil het graag aan u vragen, Odile Heinders. U bent dus hoogleraar Comparative Literature in de Culture Studies Departement hier aan Tilburg Universiteit. En je bent dus ook de voorzitter van de jury dit jaar. Zou je iets meer kunnen vertellen, wie is Edi Perron precies en waarom is dan de prijs naar hem vernoemd? Edi Perron was een schrijver uit het interbellum, dus de periode tussen de twee wereldoorlogen. Hij werd geboren in 1899, hij stierf in 1940. En zoals jij al zei, we beschouwen hem tegenwoordig met een nieuwe term als publieke intellectueel. Dat betekent dat hij een belangrijk schrijver was, maar ook iemand met een hele kritische mening over de politiek, over allerlei sociale kwesties. En het interessante is dat hij in zijn boeken, in zijn literaire werk, die politiek-sociale kwesties ook meebracht en becommentarieerde. Hij heeft één heel erg belangrijk boek geschreven, wat iedereen min of meer qua titel wel kent, Het Land van Herkomst, 1935 gepubliceerd. En in dit boek met name heeft hij heel erg... mooi verschillende stijlen met elkaar verweven. Een deel van het boek is een terugblik op zijn jeugd in Nederlands-Indië. Een soort melancholisch, nostalgisch portret bijna. En tegelijkertijd zijn er hoofdstukken waarin hij discussieert met vrienden in Parijs en Brussel over het toenemend fascisme in Europa. Over de rol die intellectuelen, mensen met een mening zouden moeten nemen over de actie die ze zouden moeten voeren. En in dat opzicht is het boek nog steeds heel erg belangrijk en misschien belangrijker dan ooit in het Europa van nu. Maar dat laat ik aan de lezing van Paul Scheffer over. Goed, zo'n belangrijk auteur voor Nederland dat we in 1986 hebben bedacht. Dit is een heel erg mooi schrijverschap dat we graag zouden verbinden aan een prijs. Dus zo lang bestaat de prijs al in die samenwerking van universiteit en gemeente. En nu zijn we dus al meer dan 30 jaar met deze prijs bezig. Ja, net zoals vandaag dus inderdaad. Wie zit er in de jury eigenlijk dit keer? In de jury dit keer zaten Marcelle Hendricks, die hier nu net aankomt lopen, wethouder uit van de gemeente Wethouder Cultuur, altijd een vol programma. Verder zaten in de jury onze decaan van Tilburg School of Humanities, Boudewijn Havenkort. Ze is er wel, maar ik zie er even niet een student, Hanan Faour, helemaal daar in de verte Art and Media Studies.
master. En dan hebben we nog de stadsdichter van Tilburg, Rutkay Rodalnoot. Die zie ik ook even niet. Maar, en dan was ik de jury. Ja. Voorzitter, sorry. Deel van de jury, ja, dat klopt. En ik had ook gehoord dat er dit jaar iets speciaals aan de hand is rondom deze prijs. Ja, we zijn ontzettend blij. Ik ben ontzettend blij dat we dit jaar eigenlijk een iets nieuwe input nog aan de prijs hebben kunnen geven. Zoals ik al zei, hij bestaat al heel lang. Maar wat nu gemeente en Tilburg University en ook vooral het college van bestuur hebben gedaan, iets meer power eraan gegeven. Het prijzengeld is substantieel verhoogd, wat heel erg belangrijk is. We gaan het ook niet meer eens per jaar doen, maar eens in de, per jaar, maar eens in de twee jaar. En er zit dus iets meer ambitie in, maar wat vooral ook heel erg fijn is, is een convenant getekend door de gemeente en de universiteit, dat we dit beide zo belangrijk vinden. Dus het is echt verbinden van wat wij hier doen aan de academie en wat in de stad gebeurt. Dus daar zijn we ontzettend trots op. Mooi, hartstikke bedankt. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Odile. De eerste spoken word voordracht van vanavond wordt verzorgd door Treintje van de Wouw. Treintje is campusdichter van Tilburg University en socioloog in spe. In diens werk probeert Treintje het taal te vinden die tegen het intuïtieve ingaat, als plek voor beeldspraak en contradictie. Treintjes teksten gaan over de bewegingen die voorkomen in dienst zelf, de maatschappij en de natuur. Mag ik een hartelijk applaus voor Treintje van de Wouw. Yes, dank je wel. Ik ga twee teksten voor jullie voordragen, waarvan één speciaal geschreven voor deze avond. Dat is de tweede tekst. Maar de eerste tekst heet De Zondebok. De Zondebok. Opgefokt. Doorgefokt. In het nauw gedreven door zijn hoeders. Door diezelfde hoeders uitgelokt. De zondebok. Vastgebonden aan zijn poten. Ren maar, roepen zij. Ga dan, zeiden zij. Hoe moet ik rennen, dacht hij, wanneer jullie de knopen legden. Maar ik zal loskomen, los van deze maatschappelijke stramine. Los van de knopen en de striemen. Maar waar hij ook is, waar hij ook gaan wil, voelt hij de kaders. Hoe voelt vrij zijn voor een zondebok wanneer het de maatschappij is die dient als hok en één vooroordeel gebaseerd is op één vlok? De zondebok was meer een dier voor een ander klimaat, luidde het. Hoorde hier niet, was hier toch voor een reden, bezette al uw huizen en uw banen. Het gras was te groener hier en de stenen harder. Maak je nooit meer druk. De zondebok. De reden voor uw ongeluk. Nee. Zondebokken grazen nergens. En lopen niet op vier poten, hooguit op hun tenen. Zondebokken staan niet op zichzelf, maar mogen loslopen. Mits binnen jouw maatschappelijke kaders. De zondebok is mens. Stop geen zondebok in jouw kooi vol problemen. Zoek de sleutel in je eigen keuzes, politieke beslissingen en je privileges. Thanks. Dank je wel. Ik ben een kind van het engagement. Ik ben verwend. Ik ben een kind van het engagement. Ik ben verwend. Maar om in de woorden van Edu Perron te spreken, een echte vent die een duidelijke stelling inneemt en zijn persoonlijkheid laat gelden. Iedereen zegt altijd, weet wie je bent, maar wat als dat aan zich alleen privilege vergt? Zolang het maar in een hokje past. Weten wie je bent. Een mens heeft meerdere identiteiten. Ze kunnen splijten, vermengen, bijten en herrijzen.
Het maakt jou allemaal eigen. Soms is de ene luider en wil je de ander liever verzwijgen. Een continent heeft meerdere identiteiten. Ze kunnen in oorlog zijn, beklijven of uniten. Ze vloeien en staan vast, staan in de boeken, in de kast, zitten vooraan in de klas, tussen je kleren in de was, vormen een zegen of een las, zweren bij kris en kras of zitten bedroefd met een hele familie op elkaar gepakt te schuilen. Vele identiteiten. Zoals de grenzen vervagen, maar er nog steeds zijn in je hoofd, in je hart, zoals wij weten wie we zijn. Als wij Europa zijn, wat zegt dat dan over mij? Normen en waarden veranderen, al zitten ze bij sommige landen nog onder een dikke laag van permafrost. Maar deze laag permafrost lijkt als een van de weinigen niet te smelten, maar dikker te worden door een koude ellende dat je oorlog noemt. Onder een harde, niet veroordelende laag aardkost zijn we allemaal samen, maar we zijn veroordeeld en verdeeld door veel meer lagen. Kijk naar een oud continent en bedenk of het echt oud is. Als een deel helemaal geen houdbaarheidsdatum heeft op de waardeconserve in pot. Kijk naar jezelf en bedenk dat alles vast en veranderbaar is, zolang jij er geen houdbaarheidsdatum bij stopt. Thanks. Dankjewel, Treintje. Ja, hartstikke bedankt voor je inspirerende woorden. Een vast onderdeel naast natuurlijk de uitreiking van de Edi Perron-prijs is ook de Edi Perron-lezing. Die wordt dit jaar verzorgd door oud-hoogleraar Europese studies aan Tilburg University, Paul Scheffer. De titel van de lezing gaat zijn Van oude en nieuwe oorlogen, de waarde van Europa. Maar voordat ik het woord geef aan meneer Paul Scheffer, wil ik nog een korte shout-out doen naar de podcast. Bram Medeli en Bas Kemink, zij zijn de makers van de podcast Ik zie filosofie. En in de aanloop van deze avond hebben zij alvast een gesprek gehad met Paul Scheffer. Dus mochten jullie deze podcast willen terugluisteren na vanavond, als jullie nog niet genoeg ervan hebben gehad, dan nodig ik jullie van harte uit om dat te doen. Maar genoeg gepraat, ik geef het woord aan Paul. Ja, hartelijk dank. Het is een groot plezier om hier te zijn, opnieuw. Ik ben hier al natuurlijk vaker, heb ik op deze plek iets mogen zeggen. Ik ben nu een jaar weg, dus het is ook een beetje met een licht nostalgisch gevoel, maar dat wordt geheel getemperd natuurlijk door de aanleiding waarom we hier zijn. De prijsuitreiking van de Du Perron-prijs aan Sinan Tsengkaya. Wens ik hem, kijk, dat mag ik dan even, dat is ook een privilege om als eerste een gelukwens uit te spreken, dat maak ik even misbruik van, dat ik op deze plek sta. Maar een welgemeend gelukswens, een mooie prijs en een verdiende prijs. Wat ik wilde proberen is om in een ruim half uur, met natuurlijk de oorlog in Oekraïne als directe aanleiding, iets te zeggen over de scheidslijnen tussen Oost en West in Europa. Ik heb me daar zelf in allerlei hoedanigheden zeer mee bezig gehouden. En ik wil u proberen mee te nemen in een kleine reis langs die breuklijnen. En mijn vertrekpunt daarbij is een zin van Richard Kapuscinski, beroemde Poolse schrijver. Die vatte zijn oeuvre samen met deze zin. Wat me het meest heeft beziggehouden is de mentale en politieke decolonisering van de wereld. Dat schreef hij in zijn boek begin jaren 90 over Rusland, Imperium. Hij zou namaken Kapuscinski als correspondent en schrijver vooral in Afrika. Denk aan zijn beroemde boek over Haile Selassie, laatste keizer van Ethiopië.
Maar hij vertelde dat hij geen enkele moeite had om het kolonialisme in Afrika te doorgronden. Hij had immers zijn hele leven doorgebracht in een andere koloniale omgeving, in de schaduw van de Sovjet-Unie, die, zoals hij opmerkte, kon worden gezien als het laatste koloniale imperium. Hij leefde in een land dat eeuwenlang door zijn buren van de kaart werd geveegd of werd overheerst. Wij associëren, en terecht natuurlijk, kolonialisme met de niet-westerse wereld, maar in het hart van Europa bestaat ook een ervaring van kolonisering met alle raciale noties van inferioriteit en superioriteit die daarbij horen. Ik werd in 1980 correspondent in Warschau. En die ervaring daar, natuurlijk midden in de Koude Oorlog, heeft mijn blik op de wereld voorgoed veranderd. Ik heb daar veel geleerd over de lange werking van historische trauma's. En er zijn geen landen in Europa die zoveel hebben geleden als Polen en Oekraïne. De gruwelijke geschiedenis van totalitarisme in de 20e eeuw, belichaamd door Stalin en Hitler, heeft nergens zulke ravages aangericht als uitgerekend in deze twee landen. Denk alleen al terug aan de door Stalin veroorzaakte hongersnood in de jaren 30, uitvloeisel van de gedwongen collectivisering van de landbouw, die naar schatting meer dan 3 miljoen mensen in de jaren 1932-33 het leven heeft gekost in Oekraïne. Maar denk ook aan de systematische vernietiging en deportatie van de elites van Polen, bijvoorbeeld de massamoord in Katyn, die laat zien hoezeer Rusland erop uit was om de onafhankelijkheid van dat land te vernietigen. Als correspondent ontmoette ik Richard Kapuscinski, een buitengewoon vriendelijke man, die later begon ik dat iets beter te begrijpen, die volgens zijn biograaf voortdurend lachte tegen iedereen. Dus ik dacht eerst, wij hebben wel een klik, zoals dat tegenwoordig heet, maar dat bleek dat hij dat met iedereen had. Namelijk een soort van techniek was die hij ontwikkeld had om in tijden van de Koude Oorlog om overeind te blijven en met de dienstdoende autoriteiten een modus vivendi te vinden om toch te kunnen schrijven wat hij wilde schrijven. Ik bezocht hem in zijn appartement, verschillende keren daar bij hem geweest en later interviewde ik hem ook voor de VPRO-televisie in een reeks die ik samen met Michael Zeeman maakte. Een reeks waarin verder onder meer V.S. Naipaul en Edward Said optraden. Hij vertelde me tijdens die uitzending ontroerend over zijn jeugd in Pinsk. En alleen als we dat begrijpen, waar Pinsk ligt, dan zou ons beeld van de wereld al iets moeten kantelen. Want Pinsk ligt nu in Wit-Rusland, maar lag toen hij opgroeide, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, in Polen. Polen is letterlijk, daar komen we zo nog wel even over te spreken, op de kaart verschoven. En hij vertelde dat voor mensen in het oosten van Polen de Tweede Wereldoorlog niet met Hitler-Duitsland begon, maar met de inval van de Sovjet-troepen. Alleen dat al. Dat voor een deel van Europa de Tweede Wereldoorlog begon niet met Nazi-Duitsland, maar met de opdeling tussen Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie van Stalin in het zogenaamde Molotov-Ribbentrop-pact in 1939. Dat zou ons beeld van Europa al enigszins moeten veranderen. Maar dat realiseren we ons natuurlijk eigenlijk zelden. Zijn kernachtige conclusie na een leven in het oosten was: de angst heeft grote ogen. Iets van die scherpte kunnen we ook wel gebruiken. Maar begrijpen we Europa, wij die gelegen zijn aan de veilige kant? Nederland, ik heb het laatst nog eens opgezocht, is een van de 7 landen ter wereld met onomstreden grenzen. Tot rustpunt bestemd denken wij dat de wereld op een rustpunt is aangekomen. Maar de Polen, ik zei het al, zijn verschoven op de kaart. Letterlijk, kunnen we ze überhaupt voorstellen, een land wat meer dan 100 kilometer op de kaart van oost naar west is verschoven. Weggevaagd door Hitler en Stalin. Hoe ziet de wereld eruit als we ons proberen te verplaatsen in die samenlevingen van Europa die aan de kwetsbare randen van het continent liggen? Ik geef een voorbeeld om de gedachte te bepalen. Realiseren we ons dat Polen ligt tussen 3 landen die niet meer bestaan. De DDR, Tsjechoslowakije en de Sovjet-Unie. Dat realiseren we ons natuurlijk niet. Ik kan me herinneren dat ik een Poolse minister interviewde vlak na de val van de muur en die zei tegen mij: wij zijn zo blij
met de Duitse eenwording. Nu grenzen wij voor het eerst direct aan het Westen. Toch een wat ander perspectief dan we ons realiseren. 10 jaar geleden heb ik op dezezelfde plek, niet lang na mijn aantreden als hoogleraar hier, dezezelfde lezing mogen geven. 2 keer de Duperron-lezing. En mensen zouden er hoogmoedig van worden. Maar dat valt mee hoor. Toen had ik als thema Europa en het einde van de postkoloniale wereld. Het ging een beetje over mijn leeropdracht, namelijk hoe de opkomst van China, Brazilië, India een nieuwe wereld tot stand bracht, een multipolaire wereld, waarin het Westen steeds minder een dominerende rol zou gaan spelen. Een wereld waarin de positie van Europa fundamenteel zou veranderen. Ik ben ook in de jaren daarna naar die landen gegaan, juist omdat ik het perspectief wilde kantelen. Omdat ik dacht, het is veel interessanter niet om voortdurend te herhalen hoe wij naar de wereld kijken, maar hoe de wereld naar dit continent kijkt. En nu zou ik opnieuw een andere ervaring met kolonisering en decolonisering willen doorgronden. Ik zei het al, ik wil mijn blik richten op de interne breuklijnen in Europa, de breuklijnen tussen Oost en West, en vooral proberen te begrijpen wat de regio van Midden- en Oost-Europa eigenlijk is, die ooit omschreven werd door een historicus als het zieke hart van Europa, die door de eerste president van Tsjechoslowakije, Masaryk, werd omschreven als de politieke gevarenzone van Europa bij uitstek. De plek waar 2 wereldoorlogen zijn ontstaan. En opnieuw wil ik het perspectief kantelen, namelijk me niet de vraag stellen hoe kijken wij naar het oosten, maar hoe wordt er in die landen naar ons en naar zichzelf gekeken. Dus eigenlijk dezelfde vraag, dezelfde oefening om het perspectief te kantelen. En ik moet zeggen, ik heb een tijd dat ik correspondent was en ook de jaren daarna ben ik heel veel op weg geweest in dat deel van Europa. En ik heb ook veel historici ontdekt die wij helemaal niet kennen. Mensen zoals Oskar Halecki, István Bibó, Jenő Zsuks. Heel veel andere historici die buitengewoon boeiend schrijven over Europa, hier niet of nauwelijks worden gelezen. Omdat wij natuurlijk eigenlijk alleen maar vanuit een westers perspectief naar Europa kijken. Ik verwijs nu, en ik ga dat in mijn uitgeschreven tekst, zal ik het wat langer doen en wat rijker illustreren, maar gewoon naar 1 Poolse historicus, Oskar Halecki, die al in de jaren 50 schreef dat West-Europa zonder de verwijzing naar Oost-Europa letterlijk niets betekent. West en Oost zijn relatieve begrippen die alleen maar in hun verhouding tot elkaar betekenis krijgen. En hij schreef, al midden in de jaren 50, en je voelt de lading, het is waar dat westerse machten in bepaalde perioden een belangrijke rol hebben gespeeld, maar hun vereenzelviging met Europa als geheel is even misleidend als de vereenzelviging van de geschiedenis van Europa met de geschiedenis van de wereld. De historische zwakte van de staten in Midden- en Oost-Europa is een belangrijke oorzaak geweest van het gekrenkte nationalisme dat in deze contreien zo hevig aanwezig is geweest en nog steeds een bepaalde echo heeft. Maar dat kunnen we alleen begrijpen als we zien dat deze landen in die regio al heel vroeg hun onafhankelijkheid hebben verloren. In Hongarije in 1526 al, in Bohemen, onderdeel van het latere Tsjechoslowakije, in 1620 en Polen in 1772. Maak je geen zorgen, ik ga me niet verliezen, hoewel ik er enorm veel zin in heb in deze lange geschiedenis. Maar om duidelijk te maken dat dat deel van Europa, de staatsvorming, een heel ander patroon heeft gehad dan wij in West-Europa kennen, waar die staatsvorming veel meer een continue geschiedenis heeft gehad. Polen beleefde in 1772 het begin van een reeks delingen die het land in 1795 definitief van de kaart doen verdwijnen tot 1918. Dan heb je een korte periode van het interbellum en dan verdwijnt Polen opnieuw van de kaart om daarna nog 40 jaar Sovjet-communisme te verdragen. En pas eigenlijk in de eigenlijke zin van het woord in 1989 weer onafhankelijk te worden. De Hongaarse historicus István Bibó concludeert: deze omstandigheden verklaren de onevenwichtige politieke psychologie van Midden- en Oost-Europa, de existentiële angst om het collectieve bestaan. Dus dat is een zin die mij enorm heeft beziggehouden en
die ik graag aan u wil voorhouden. Omdat we, als we de historische zwaartekracht die in dat deel van Europa aan het werk is, niet doorgronden, ons van afkeren en niet zien dat daar een hele andere geschiedenis aan ten grondslag ligt, ook aan de huidige ontwikkelingen, dan begrijpen we niet veel. Die zwakke traditie van zelfbeschikking heeft in Midden- en Oost-Europa een kenmerkende gelatenheid opgeroepen. Een gevoel van burgers dat de overheid niet van hun is, over hun hoofd regeert. En de term tussen Europa, de vertaling van Duitse Zwischen Europa, het deel van Europa dat geklemd was tussen Rusland en Duitsland, tussen pan-Germanisme en pan-Slavisme, dat is eigenlijk een goede term om die ervaring mee samen te vatten. De Poolse schrijver Brandisch, Kazimierz Brandisch, gebruikte begin jaren 80, toen in Polen de spanningen, en dat heb ik zelf kunnen observeren in die jaren, de spanningen toenamen, gebruikte hij een prachtig beeld. Hij schreef: op een goede dag in de winter ontdekken we dat het heeft gesneeuwd. En we vragen ons af, is dit onze sneeuw? Zijn wij op enige manier verplicht de rommel op te ruimen? Want het is nooit helemaal uitgesloten dat het sneeuw van hen is. Door de Russen aan ons opgelegd in het kader van de vriendschap. En moeten ze hem dan niet ook zelf wegvegen? Dat gevoel van gelatenheid of het idee, de zelfbeschikking, is iets wat elders een tastbare realiteit is, maar niet voor ons. Dus je zou kunnen zeggen dat gevoel van een geschiedenis van kolonisering, waarin een permanente afhankelijkheid ten opzichte van anderen, met name Duitsland en Rusland, eigenlijk het leven domineerde. Als je dat tot je door laat dringen, en dat is de stap die ik wil zetten in mijn betoog, dan is het eigenlijk een mirakel dat in 1989 de val van het communisme en de overgang naar een min of meer democratische uitkomst zo geweldloos is gebeurd. Het voorbeeld van Milosevic en ook van Tuđman in het voormalig Joegoslavië laten zien dat die geschiedenis een hele andere wending had kunnen krijgen, veel gewelddadiger, veel meer een autoritaire richting uit had kunnen gaan. En de meer dan gemiddelde zelfbeheersing die in de meeste landen van Midden-Europa aan de dag is gelegd in de jaren na 1989, had natuurlijk alles te maken ook met het wenkende perspectief van integratie in de Europese Unie. Zonder die ruimere context van integratie was in het verleden de spanning tussen Frankrijk en Duitsland nooit hanteerbaar geweest en was nu, doordat er een ruimere context ontstond, waren de spanningen, bijvoorbeeld over Hongaarse minderheden in Roemenië, minder sterk. Die fluwele revolutie van 1989 is vaak gezien in dat deel van Europa als de terugkeer naar Europa, die een einde zou maken aan jaren van isolement. Ik kan me nog zo goed herinneren, in die tijd dat ik in Polen woonde, dat als je daar in Warschau was, dat was het grootste openluchtmuseum ter wereld ongeveer. Daar kon je nauwkeurig de geuren en kleuren van de jaren 40 en 50 navoelen. De stinkende auto's, de afgedragen confectiepakken, de formica-tafeltjes, de tomato-rekjes. Voor iedereen die de jaren 50 heeft meegemaakt, die herkent dat onmiddellijk. En je kon aan alles merken dat de Marshallhulp aan dat deel van Europa voorbij was gegaan. Tussen het einde van de oorlog en het begin van de vrede in 1989 lagen in het andere deel van Europa meer dan 40 jaren van gestagneerde wederopbouw. Het waren hoopvolle jaren. Ik herinner me nog goed een reis die ik maakte naar Moskou in 1987, de beginjaren van perestroika en glasnost. De jaren dat Gorbatsjov de wereld versteld deed staan. Ik werkte bij het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, de Jari Bekman Stichting, en werd als jongeling gestuurd naar een conferentie waarin een grote herdenking was van de 70 jaar revolutie. Ik stond daar op mijn 30ste en mocht in het Kremlin een toespraak houden. Dat was natuurlijk een vrij intimiderende gebeurtenis. En merkte op dat de vrijlating het jaar daarvoor van de beroemde dissident Andrei Sacharov toch een enorme stap vooruit was. De voorzitter van deze conferentie, een wel zeer bejaard lid van het Politbureau, schrok uit een lichte sluimer bij het horen van die naam van Sacharov, onderbrak me en zei geërgerd: maar waarom begint u nu over Sacharov? Die hebben we toch vrijgelaten?
waarop de hele zaal in lachen uitbarstte. Dat was wel de tijd toen, ondenkbaar nu. Je voelde het begin van de vrijmoedigheid, je voelde het begin ook van de zelfkritiek. Maar ook toen voelde je wel dat die geschiedenis waarmee ik begon veel langere adem had en veel verder doorwerkte dan ons misschien toen in de euforie van 1989 realiseerde. We hadden het kunnen weten. Vanaf het moment dat Midden- en Oost-Europa tot de Unie toetraden, is stabiliteit geëxporteerd, maar ook wel instabiliteit geïmporteerd. En dat was natuurlijk vanaf het begin een terechte vraag naar de juridische draagkracht van de rechtsstaat in landen als Polen, Hongarije, Bulgarije, Roemenië. Dat was een terechte vraag, zullen ze in staat zijn om de rechtsnormen van die Unie in zich op te nemen en werkelijk te doen naleven? Toch zou ik zeggen, ook terugblikkend, alle vragen die zich nu aandienen, het is toch de moeite waard gebleken, want de verankering van deze regio in een groter Europa, in die Europese Unie, heeft ongelooflijk veel opgeleverd en is naast eigen belang, denk ik ook als je die geschiedenis overziet, een grote morele opdracht. De geschiedenis van de Sovjet-Unie na 1989, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, laat wel zien dat de geschiedenis van Midden- en Oost-Europa ook een andere wending had kunnen krijgen. Het is vaker gezegd nu, maar de Russische inval in Oekraïne is een keerpunt, net zoals de val van de muur een keerpunt vormde, of misschien 9/11. Het is natuurlijk veel te vroeg om de historische betekenis van deze oorlog te duiden. En het maakt ook heel goed inzichtelijk waarom het ambacht van de politiek, waar vaak zo laatdunkend over wordt gesproken, zo moeilijk is. Politiek betekent vergaande beslissingen nemen met zeer ontoereikende informatie, onder hoge tijdsdruk, maar beslissingen die enorm veel bedoelde en onbedoelde gevolgen kunnen hebben. En dat zie je nu in deze oorlog. Er wordt gehandeld, maar niemand weet precies natuurlijk waar dit gaat uitlopen. Na al die jaren rondzwerven in Europa heb ik wel geleerd dat de geschiedenis altijd een andere wending neemt dan werd verwacht. Ik herinner me een ontmoeting met Havel in 1988. We waren op bezoek met Max van der Stoel, die eerder minister van Buitenlandse Zaken was geweest. En we waren in Praag met een aantal anderen voor een symposium met Garta 77. En tijdens die ontmoeting met Havel werd hij gearresteerd. Havel had dat geënsceneerd. Hij wist dat dat kon gaan gebeuren. En buiten stonden allerlei televisieploegen die dat keurig, dat tafereel, hoe hij letterlijk door allemaal mannen in een regenjas onder zijn oksels en zijn voeten zwevend boven de grond werd afgevoerd. Dat werd allemaal keurig gefilmd en was later die dag in alle huiskamers in Duitsland en allerlei andere landen te zien. Maar wat hij toen vertelde, een paar weken later, dat zal ik nooit vergeten. Want hij zei, ik zal nooit het einde van het communisme in mijn land meemaken. Ik weet zeker dat gezien de geschiedenis van mijn land en gezien de greep die de Sovjet-Unie daarop heeft, we spreken 1988, dat ik dat nooit meer zal meemaken. Dat gaat zeker nog 40 jaar duren of langer. En een jaar later stond hij als president van Tsjechoslowakije, sprak hij uitzinnige menigstes toe. Ik wil maar zeggen, de geschiedenis ligt altijd om de hoek te wachten, de toekomst. We hebben maar een beperkt voorstellingsvermogen. En dat is in deze oorlog die nu zich openbaart in Europa natuurlijk ook het geval. Er staan twee beelden over die oorlog tegenover elkaar, vooral de oorzaken. De een zegt, de krenking van Rusland, daar gaat het om. Rusland is vernederd door de snelle uitbreiding van de NAVO. We hebben Rusland eigenlijk tegen in de hoek geduwd. Dat is een van de oorzaken van het ressentiment en waarom nu deze oorlog plaatsvindt. De ander zegt, nee, het is een geschiedenis van een misplaatste pacificatie van Rusland. We hebben veel te lang toegegeven aan autoritaire stappen die dat land zetten, aan de oorlog in Donbass en de annexatie van Krim. Laten we die perspectieven nog eens even kort wat nader bezien. Want ik geloof dat er zeker reden is om kritisch terug te kijken op de snelle uitbreiding van de NAVO tot aan de grens van Rusland. Of in ieder geval de suggestie daarvan. Mijn halve naamgenoot, Jaap de Hoop Scheffer, zei in 2008,
het was geen goed idee om tijdens de NAVO-conferentie in Boekarest te zeggen dat Oekraïne, Georgië binnen afzienbare tijd lid zouden kunnen worden van de NAVO. Hij zei dat heeft zeker niet bijgedragen aan een betere relatie met Rusland. Dus volgens sommige mensen gaat het eigenlijk om een Versailles 2.0 wat we nu meemaken. Net zoals Duitsland na de Eerste Wereldoorlog vernederd is, zouden we nu eigenlijk, en wat een van de verklaringen is waarom het ressentiment in Duitsland zo sterk was en Hitler daar aan de macht kon komen, nu maken we iets vergelijkbaars mee in Rusland. In ieder geval denk ik, en ik heb het nog eens teruggezocht, hebben we wel een paar serieuze kansen gemist in de jaren 90. Er was een verklaring toen van de Poolse president Walesa, voortgekomen uit de onafhankelijke vakbond Solidarność, samen met Jeltsin, de toenmalige president van Rusland. En Jeltsin leek zich daar eigenlijk wel te verzoenen met de toetreding van Polen tot de NAVO. Maar later, een paar maanden later, onder druk ook van meer conservatieve stemmen in Rusland, kwam hij daarop terug. En die brief die hij toen, die nu is gepubliceerd, aan Clinton schreef in oktober 1993, is een heel interessant document. In de eerste plaats vanwege de ironische toon. Nu volstrekt ondenkbaar. Maar Jeltsin schrijft: we hebben begrip voor de niet erg nostalgische manier waarop Oost-Europeanen terugkijken op de samenwerking, en die samenwerking staat tussen aanhalingstekens, in het Warschau-pact. Ondenkbaar dat dat nu op deze manier zou worden geschreven. Maar hij vervolgde: we voelen ongemak bij het gegeven dat er steeds meer nadruk komt te liggen op het scenario waarbij het bondgenootschap in kwantitatieve zin wordt uitgebreid. Onze keuze zou een werkelijk pan-Europees veiligheidsstelsel zijn. Nu is het wel laat, en waarschijnlijk veel te laat, om dit soort vragen opnieuw te stellen. Maar er komt natuurlijk een moment waarop opnieuw een verhouding tot Rusland zal moeten worden gevonden. En de vraag is: welke kansen waren er toen? Waren die reëel? Nu is natuurlijk elk compromis over de status van Oekraïne wordt al snel uitgelegd als een capitulatie. De Oekraïnse regering wil absoluut geen staakt het vuren, want het zou neerkomen op de aanvaarding van een duurzame bezetting van Krim, Mariupol, van Donbass. Maar er komt natuurlijk een moment dat er wel een nieuwe verhouding moet worden gevonden. En dan is een kritische reflectie op wat er in de jaren 90 vooral is gebeurd, zou kunnen helpen. Dat is natuurlijk ook een andere lezing van de oorlog, niet Versailles 2.0, maar München 2.0. En dan gaat het over een hele andere geschiedenis, namelijk de geschiedenis van het Sudetenland, Sudeten-Duitsers. Die waren tegen hun wil geïncorporeerd in Tsjechoslowakije in 1918. En Hitler zei, die willen, die 3 miljoen mensen, kwart van de Tsjechoslowaakse bevolking, die willen bij Duitsland horen. En in München, Chamberlain en anderen vonden dat eigenlijk wel een enigszins gerechtvaardigde eis. En iedereen snapt de analogie met nu. Namelijk dat er ook mensen zijn, ja, Krim is toch wel historisch, hoort bij Rusland. Moeten we toch wel enig begrip voor kunnen opbrengen. En de les van München is natuurlijk dat elke pacificatie, elke toegeving alleen maar eigenlijk tot een radicalisering leidde en helemaal niet tot het kalmeren van de gemoederen, maar juist tot verdere agressie. Dus na Sudeten-Duitsland kwam het protectoraat Bohemen en toen het Molotov-Ribbentrop-pact, waarbij Polen helemaal werd opgedeeld en op 3 september de Tweede Wereldoorlog begon, 1939. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de afgelopen jaren iets meer stond aan de kant van het Versailles 2.0. Echt dacht van, is het wel een verstandig idee om Oekraïne en Georgië binnen de NAVO op te nemen? Maar ik heb wel gezien dat natuurlijk die lezing van München 2.0, elke pacificatie leidt eigenlijk tot verdere agressie. En vooral ook de systematische ontkenning van het bestaansrecht van Oekraïne. En dan dat historische gewicht van die landen die eigenlijk hun zelfstandigheid en hun zelfbeschikking hebben verloren. En niet alleen door overheersing, maar werkelijk door volledige weggevaagd te worden, letterlijk van de kaart. Dat die lezing van München 2.0 en het idee elke pacificatie van Rusland leidt eigenlijk tot verdere
territoriale claims, dat daar wel meer waarheid in zit en gaande de oorlog eigenlijk steeds meer waarheid in zal blijken te zitten. Wat ons mee zorgen baart, is dat aan de westerse kant er wel 4 verschillende uitspraken worden gedaan over wat we in Oekraïne nastreven. De Duitsers zeggen, Oekraïne mag deze oorlog niet verliezen. De Fransen zeggen, Oekraïne moet deze oorlog winnen. De Britten zeggen, de Russen moeten worden verdreven uit de hele Oekraïne. De Amerikanen zeggen dat Rusland moet zo worden verzwakt dat het nooit meer een buurland kan aanvallen. Anders gezegd, hoe verder men van het conflictgebied afkomt, hoe hoger de inzet lijkt te zijn. Waar iedereen het wel over eens is, en dan kom ik tot een paar conclusies over de toekomst van de Europese Unie, alvorens nog één herinnering aan u voor te houden. Waar iedereen het wel over eens lijkt, is dat deze Europese Unie, ook mede door de oorlog in Oekraïne, meer veiligheidspolitieke verantwoordelijkheid moet dragen. Ik zeg er wel meteen bij, het gegeven is natuurlijk wel dat nu Zweden en Finland, die lid zijn van de Europese Unie, toch echt wel lid van de NAVO willen worden. Omdat ze in de Europese Unie toch niet echt een veiligheidsgarantie voorlopig zien. Maar dat wil niet zeggen dat er niet beter kan worden nagedacht over een Europese Unie die naast een waardegemeenschap ook een veiligheidsgemeenschap wil zijn. En daarbij gaat het over vragen, wat betekent eigenlijk het delen van een gemeenschappelijke buitengrens? Maar het gaat ook bijvoorbeeld over, wat zijn eigenlijk de gevolgen van de economische afhankelijkheden die we aangaan ten opzichte van een land als China? Ik denk dat we na 1989, en ik heb er vaak over geschreven, weg zijn gedroomd met beelden van een global village, voorgedreven door communicatie en handel. We dachten dat grenzen steeds meer een anachronisme werden, maar we zagen niet echt scherp. Niet zo scherp als in het oosten. Want er kwamen door het uiteenvallen van onder andere de Sovjet-Unie en Tsjechoslowakije juist 25.000 kilometer grenzen bij in Europa. Sinds de oprichting van de Verenigde Naties zijn er 4 keer zoveel lidstaten. Het is begonnen met 50 en het zijn er nu 200. Dus de wereld kent eerlijk gezegd steeds meer grenzen. Wij dachten de richting van de geschiedenis te kennen. Na 1989 maakten 2 ideeën school die nauw met elkaar verbonden waren. Het einde van de geschiedenis, ik vertel u niks nieuws, het idee van Fukuyama, het idee dat de liberale democratieën zich zouden doorzetten wereldwijd. We hebben geleerd dat dat toch na de afgelopen 15 jaar de geschiedenis een hele andere wending heeft genomen. De autocratieën zijn in opkomst en de democratieën zijn op een terugtocht. En dat was ook een ander idee, nauw daarmee verbonden, het einde van de geografie. Het idee dat met de globalisering afstanden er niet meer zouden toe doen, grenzen er niet meer toe doen, territorium er niet meer zou toe doen. En eerlijk gezegd leren we nu dat dat hele idee, het liberale idee, dat als je maar met elkaar handelt en voldoende communicatie met elkaar hebt, dat dan eigenlijk het gebruik van geweld steeds irrationeler wordt, steeds verder weg komt te liggen, op een misverstand berust. De globalisering is juist gebouwd op stabiele internationale relaties. En niet omgekeerd. Economische globalisering brengt geen vrede voort, maar is gebouwd op duurzame vrede. En het is natuurlijk een illusie die wel begrijpelijk is, omdat er in de internationale politiek weinig instanties zijn die de harmonie kunnen garanderen. Daarom is de verleiding groot om een soort van natuurlijke harmonie te veronderstellen, dat als maar een gemeenschappelijke markt zich verbreidt, grenzen verdwijnen, geopolitiek eigenlijk aan betekenis verliest. En nu zien we wat we al lang hadden kunnen begrijpen in ons denken over globalisering, namelijk dat een internationaal conflict onmiddellijk leidt tot afnemende globalisering. Allerlei bedrijven, Shell, Heineken, Coca-Cola, McDonald's, vertrekken uit Rusland. We horen toespraken over dat we minder afhankelijk moeten worden. Dus we zien nu een beweging die juist de globalisering die de afgelopen 30 jaar heeft plaatsgevonden, op zijn minst een contrapunt daarin wil zijn. Maar sterker nog, het gaat niet alleen om een internationaal conflict, maar hier worden ook wenselijkheden geformuleerd. Ons hele klimaatbeleid is 1 poging om meer zelfvoorzienend te worden, om afhankelijkheden af te bouwen. Dus er ontstaat een hele andere waarneming, ook door het klimaatvraagstuk, wat natuurlijk in principe een mondiaal vraagstuk is,
zie je toch dat de reactie daar nu op is. We moeten onze afhankelijkheden van energie van Rusland, Midden-Oosten, moeten we afbouwen. Dus Europa wil meer een veiligheidsgemeenschap worden en tegelijkertijd een waardegemeenschap zijn. En dat ligt niet zomaar in elkaars verlengde. Ik denk dat we daar veel te makkelijk nu over oordelen, het veel te makkelijk wordt gezegd. Want de roep om macht en machtspolitiek staat natuurlijk wel degelijk op gespannen voet met overwegingen van moraliteit. Macht en moraal liggen niet zomaar in elkaars verlengde. Kijk alleen maar naar het gegeven dat we nu in de context van de oorlog met de Oekraïne even geen vragen stellen over de rechtsstaat in Polen. En je begrijpt waarom. Je begrijpt ook waarom over Turkije binnen de NAVO allerlei pertinente vragen niet worden gesteld. Maar daar zie je al dat veiligheidspolitieke en waardegedreven opvattingen niet zomaar overeenstemmen. En dan heb ik het nog niet gehad over het vluchtelingenvraagstuk, waarbij natuurlijk Europa aan zijn grens keuzes maakt, vaak ook met uit naam van een idee over een veiligheidsgemeenschap, die zacht gezegd op gespannen voet staan met de waarden die Europa aan de wereld toe voorhouden. Het is heel simpel. Als Europa een waardegemeenschap wil zijn, zal het zichzelf moeten willen confronteren met de waarden die het aan anderen voor wil houden. Ik heb in Duitsland gezien hoe de worsteling daarmee is. Dat is toch wel veel indringender dan bij ons, omdat de Duitsers zich veel meer bewust zijn van hun geschiedenis. En ik kan me nog herinneren dat wij in het Bundeskanzleramt werden rondgeleid met een aantal mensen door de toenmalige bewoonster daarvan, die natuurlijk als geen ander belichaamde die zoektocht naar wat is eigenlijk de rol van Duitsland en wat is de rol van macht in deze wereld en hoe kunnen wij met onze geschiedenis eigenlijk machtspolitiek nog rechtvaardigen. En zij vertelde dat bij de architectuur van het Bundeskanzleramt enorm lang was nagedacht. Het moest natuurlijk iets reflecteren van dat Duitsland wel herenigd was, Berlijn weer het nieuwe centrum was en tegelijkertijd mocht het niet te groot worden. Het moest een hele delicate balans architectonisch zijn tussen ambitie, maar tegelijkertijd ook relativering. Ik kom tot mijn slotsom. Ik denk dat als ik het geheel probeer te overzien, en dit is natuurlijk maar een hele korte samenvatting van eindeloze zoektocht in Oost-Europa en in Rusland, maar ik denk wel dat we nu een commitment aangaan tegenover Oekraïne, maar ook historisch een commitment zijn aangegaan met de uitbreiding van de Europese Unie ten opzichte van Midden- en Oost-Europa, dat zeer lange gevolgen zal hebben. We mogen de blik niet meer afwenden. En de verleiding om dat te doen is denk ik telkens groot. Het viel me op dat Zelensky, de president van Oekraïne, voortdurend zegt dat hij bang is dat het Westen zijn betrokkenheid zal verliezen, dat er een gewenning gaat optreden. Ja, oorlog duurt al 3 maanden, straks een half jaar, straks een jaar. Ja, dat hoort nu eenmaal die oorlog gaande. En het deed me denken aan Havel, die ooit schreef hoe het totalitarisme een aanslag is op het verhaal. Hoe hij het gevoel had dat Tsjechoslowakije in die lange jaren onder Brezhnev, toen eigenlijk iedereen, wij hadden het over dooi, maar zo werd dat daar niet ervaren. Eigenlijk is het gevoel hadden, we zijn uit de tijd gevallen. Er valt helemaal niets nieuws te melden over wat ons hier overkomt. Dat was de eenzaamheid in het oosten. En dat begreep de toneelschrijver Havel precies even goed als de acteur Zelensky. Die begrijpen, we moeten met de wanhoop die ons dagelijks overvalt, verhalen blijven vertellen tegen de vergetelheid in. Want anders wenden ze opnieuw hun blik af. Mijn echte kennismaking met Oost-Europa begon niet in Polen, maar in een voorstadje van Parijs. In het begin van 1980 toog ik naar een Russische dissident, Leonid Pliutsch, om die te interviewen voor een themanummer van de Groene Amsterdammer, waar ik toen voor schreef, over de nieuwe Koude Oorlog. Ja, sommige onderwerpen blijven maar terugkomen. Als je oud genoeg wordt, dan val je vanzelf in herhaling. Het waren de dagen van de Russische interventie in Afghanistan en de daaropvolgende boycott van de Olympische Spelen in Moskou. En deze Pliutsch, die
was wegens zijn dissidentie in de jaren 70 bijna 3 jaar lang in een psychiatrische inrichting opgesloten en behandeld met een koortsverwekkend medicijn. De officiële diagnose luidde een paranoïde afwijking die gekarakteriseerd wordt door messianisme, hervormingsgezinde ideeën en een onkritische houding over zijn eigen gedrag. In zijn autobiografie, Het Carnaval van de Geschiedenis, heeft Pliewicz zijn strijd om te overleven in die psychiatrische inrichting beschreven. Hij schreef: de beste vorm van zelfbeheersing lijkt me hier een soort bewuste autisme te zijn. En in zijn schemerige woning in die Parijse voorstad verhaalde hij urenlang, zonder maar ook een enkele keer te verwijzen naar zijn eigen lot, melancholiek over de dissidentenbeweging in Oekraïne. Ik begreep dat toen eerlijk gezegd veel te weinig van. Hij vertelde hoe het culturele verzet tegen de vernietiging van de eigen taal zich had ontwikkeld tot een afscheidingsbeweging tegen het Russisch imperialisme. Terwijl hij vertelde, rookte hij aan 1 stuk door. Zijn wijsvinger en middelvinger waren tot aan de hand donkerbruin. Het kostte moeite om door te vragen, want zo neerdrukkend was zijn levensverhaal. Zo neerdrukkend was ook de eenzaamheid die hem omgaf. De verzoening van Frankrijk en Duitsland heeft een generatie gekost. En wie de diepe breuklijnen in Europa tussen Oost en West tot zich laat doordringen, begrijpt al snel dat de afstanden, het overwinnen van die afstanden, ook een generationele opdracht zal zijn. Dat gaat heel lang duren, maar ik denk dat voor Oekraïne, net zoals voor Polen en Hongarije en andere Midden-Europese landen, het ongelooflijk belangrijk is om te weten of er een toekomstperspectief is binnen die Europese Unie. Dat hoeft niet van vandaag op morgen, dat is ook misschien niet binnen een paar jaar, maar het gaat er wel om dat we moeten weten hoe we ons tot dat deel van Europa willen verhouden. Mij valt op, en dan kom ik echt tot mijn afsluiting, dat wij in Nederland, daar begon ik ook net mee, eigenlijk die zin van Kapuscinski, de angst heeft grote ogen. Ja, wij leven in toch een zo veilig en geordend deel van de wereld, dat die scherpte waarmee zij kijken eigenlijk ons misschien wel niet is gegeven. Ik geloof dat een grensoverschrijding, dat heb ik mijn hele werkzame leven geprobeerd te doen, is noodzakelijk voor een levende cultuur, maar het betekent wel dat het overschrijden van een grens nooit vanzelf spreekt. Je leert wat aan de andere kant van de grens. Het gemakzuchtige, ik voel me overal thuis, is nooit mijn credo geweest. Het blijkt trouwens ook bij Erasmus een stuk ingewikkelder te zijn. De echte correcte vertaling van die zin luidt: overal waar het welvarend is, voel ik mij thuis. Wat toch net een iets andere wending aan deze zin blijkt te geven. Het kost ontzettend veel inspanning om andere talen, tradities en trauma's te doorgronden. Wat weten we werkelijk van de landen die ons omringen, laat staan van landen die verder weg liggen? Cosmopolitisme is een groot ideaal, maar vooral een oefening in bescheidenheid. Daarom wil ik afsluiten met een citaat dat me altijd is bijgebleven. Het was het motto van mijn eerste boek, Een tevreden natie. Dat ging over de plek van Nederland in Europa. En dat tevreden was beslist niet bedoeld als een compliment, maar betekende eigenlijk een kritiek op een zekere zelfgenoegzaamheid van het gidsland. De rechtsgeleerde Joost van Hamel schreef in 1918, nu toch 100 jaar geleden: tot rustpunt bestemd scheen onze staatkunde ook meer en meer de wereld als op een rustpunt aangekomen te zijn gaan beschouwen. Vergeten wordt daarbij te vaak dat andere landen en volkeren geenszins altijd evenzo gestemd zijn. Van het voortdurend element van onrust en verschuiving dat in een werelddeel als Europa steeds blijft kiemen, mag de blik zich niet afwenden. Ik zeg het hem na: de mentale kaart van Europa verandert. Het oosten en het zuiden, de regio's van onrust en verschuiving, dienen zich nadrukkelijker aan. En niet alleen in Europa, maar ook in de wereld, is het oosten en het zuiden zal zich veel nadrukkelijker aandienen in een wereld die minder westers wordt. Maar daar heb ik het 10 jaar geleden over gehad. Daarvan kunnen we ons niet afsluiten. Integendeel, door deze landen van ons af te duwen, halen we de onrust dichter naar ons toe. De werkelijkheid die ons omgeeft lijkt in weinig meer op de verwachtingen die we hadden in de euforische dagen van na de val van de muur. Maar dat is geen reden tot gelatenheid, meer een uitnodiging tot duurzame betrokkenheid. Ik dank u voor uw aandacht.
Dankjewel, Paul. Dankjewel. Op naar de derde Edu Perron-lezing, zou ik maar zeggen. Het is inmiddels tijd voor de tweede spoken word voordracht van de avond. En dit keer van niemand minder dan Danielle Zawadi. Danielle's verhalen gaan veelal over wat het betekent om jong te zijn in Nederland als iemand van de tweede generatie. Geboren in de Democratische Republiek Congo, maar opgegroeid in Nederland. Danielle kaart onderwerpen aan die over haar biculturele achtergrond gaan, maar ook over vriendschap en ouder worden. Mag ik een hartelijk applaus voor Danielle Zawadi. Paden die al bewandeld zijn, zijn zoals groeven die zo nu en dan kruisen. Het zijn de tramstriemen op onze handpalmen die ook af en toe langs elkaar sluipen. Door het bijdragen van stenen die ieder een naam mogen dragen en zo een naam mogen toevoegen aan de omschrijving van de stad, aangenaam. Hier spreken we een taal die van iedere zin een belofte wil maken. Een druk in de hand en dan gauw in armen begeven. Zo komen de beloftes wat dichter bij het hart, het orgaan dat regeert. En die weet wat hij zegt, maar niet alles zegt wat hij weet. Al is het om te zeggen dat ik niet alles zal weten. Weten van dat vergeten steegje dat het hoogtepunt was in een oud heldendicht. Of weten wat de nieuwe modetrend voor de jonge mensen betekent. Of weten wat jouw moeder en jouw oma was in jouw verhaal. Want dat zijn verhalen die we delen en op onze eigen manier inkleuren. We geven zelf een invulling aan oma's, aan vrienden en aan toekomstrelaties. We voegen zelf een naam toe aan de omschrijving van de stad. Aangenaam. En ook dat jongen, dat hun hoofd wil opsteken van hun smartphones en de vragen niet alleen op Malieveld stellen. Met opgeheven schouders, omdat het in hun nekken kietelt met de zorgen voor morgen, het klimaat van hun ouders en ook de studieschuld. Het openbaar vervoer rijdt nu in onze woonkamers, gedeeld met de crisishuisgenoten, genoten van dat eten, van de markt, voor op het strand om even uit te mogen waaien en iets nieuws te verzinnen in de taal die iedere dag anders klinkt. En die luidt: ik zal je aandenken mooi maken. Ik zal je inkleuren met het stoepkrijt van onze grootouders. En ook ben ik nog maar net nieuw, ik zal van me houden. Want houden van een stad, dat is een vorm van zelfliefde. Als ik een touw los zou laten, dan weet ik dat hij niet de grond zou raken. En als ik een gesprek begin door de bekende weg te vragen, dan is dat opdat je tijd neemt en komt op verhalen. Want straten die ontmoeten elkaar niet, maar mensen wel. Vreemde ogen maken ons beter. Dus als de naam toevoegen aan de omschrijving van de stad, aangenaam. Dank jullie wel. Dit stuk heet Adelaar. Zo nu en dan is eerlijk zijn met jezelf leren dat je leert. Het einde nooit geweest en jij in het midden. Probeer melodie te maken van de klanken in de orkaan om je heen. Duw weg wat je neerhaalt. Pas op dat je niet zomaar meegaat. Maak een kommetje met je hand. Hou hem voor mond en oor. Dit is jouw stemgeluid. Kies voor jezelf. In een taal die we niet terug kunnen vinden in de boeken, geen Google Translate, maar gewoon voelen. Zinnen afbreken om ze aan te vullen met klanken vanuit die orkaan. En zo zwiert het, zo huppelt het, zo groot is jouw bestaan. Want geboortes worden tegenwoordig gelivestreamd en accolades die worden allemaal gevierd. Val voor het opstaan en ren om later te lopen. Om te zien en om mee te maken hoe mooi het is, hoeveel pijn het doet, je oogkleur is getekend. Op je spiegelbeeld, de familiefoto's, de vriendengroepen en het ouder worden dan je straat, dan je fiets, dan je scooter of dan je auto. Kind, kies. Kies zoals een adelaar dwars door donkere wolken vliegt. Zoals het water van de zeeën de randen van het land eraf ketsen en Europa-grenzen vormen. Zoals de natuur op haar eigen manier de rode tropengronden erodeert. Zoals de vissen kiezen tussen zoet of zout.
Kies zoals niet veranderen een keuze is. Zoals leren leren in het midden van alles zit en zoals er nooit een einde is. Zoals atomen die elkaar vinden en mogen smelten. Zoals we gaan naar waar we gevierd worden. Kies zoals de zonnebijten kaasrechte lijnen schetsen op gasvelden naast kerktorens. Zoals een fotograaf vraagt om een tikkeltje opzij te staan. Zoals kinderen hun favoriete stoepkrijt kiezen. En zoals ik mijn baggage claim, bagage eruit vis. Zoals mijn moeder de zak pondoe op de markt aanwijst. Kies zoals ouder worden remweg verliest. Zoals het tegenovergestelde van de samensmelting van de seizoenen. Zoals kruipen in gevoelenskamers alleen met toestemming kan. En zoals A zeggen, B zeggen en A weer terugnemen. Kies zoals je OV-saldo opladen voordat je trein vertrekt. Zoals een schoolgebouw binnenlopen zonder een crisis bij de deurpost. Zoals een vriendschap vriendschap noemen zonder angst. Zoals rennen en weten dat je de bus zal halen. Kies zoals woordenschat winnen over je eigen leven. Zoals een adelaar die dwars door donkere wolken vliegt. Zo beweegt jouw pen over het papier. Zo kies je voor jezelf. Dank jullie wel. Dankjewel, Danielle. Heel erg bedankt voor je prachtige voordracht. We zijn nu aanbeland bij de daadwerkelijke uitreiking van de Edith Perron prijs. De jury had een zware taak. Ze moesten kiezen tussen een heleboel inspirerende boeken. Bij deze wil ik even het woord geven aan Marcelle. Marcelle Hendricks. Je bent wethouder van de gemeente Tilburg namens D66. We hebben een microfoon. En jij gaat de officiële uitreiking doen. Ik ben Marcelle Hendricks. Ik ben wethouder cultuur in deze stad. Deze mooie stad. En het is een ongelooflijke eer voor mij om vanavond de Edith Perron prijzen wederom te mogen uitreiken. En mijn mede-juryleden en ik hebben gekozen, en het is al even bekend, voor mijn ontelbare identiteiten van Sinan Sankaya. En het mooie van tegenwoordig is dat we elkaar eigenlijk al op Twitter hebben ontmoet. Zo gaat dat, hè. De laureaat Sankaya is in het boek de ik-verteller van zijn leven en de observator van het Nederland, waarin het debat over migratie, diversiteit en racisme steeds feller wordt. En ook in Tilburg, in deze stad, hebben we dat zien gebeuren. En daarvoor is het ook voor ons als stad een herkenbaar boek en een herkenbaar verhaal. En als gemeente en als lokale overheid en als politiek en hopelijk eigenlijk ook als inwoners van deze stad, proberen we daar de inclusieve stad tegenover te stellen. Een stad waarin iedereen zich thuis voelt, meedoet en veilig voelt. En het maakt dan niet uit wat iemands achtergrond, iemands afkomst, cultureel, geloof, levensbeschouwing, geslacht, seksuele oriëntatie, beperking, kwaliteit. U kunt het invullen. We werken aan die inclusieve stad, waar mogelijk, door begrip tussen inwoners te stimuleren en discriminatie tegen te gaan. En terwijl ik het voorlees, het staat hier, dat voelt natuurlijk ook als een iets wat obligate beleidsterm. Want de vraag is natuurlijk eigenlijk, en dat is waar we ook ons met elkaar mee bezig moeten houden. Wat is zo'n stad dan? Hoe ziet die er dan uit? Hoe voelt dat? Als je hem als een persoon zou moeten omschrijven, wie is het dan? Wat voor competenties zou je aan zo'n stad toeschrijven? Wat zou zo'n stad moeten leren? Waar gaat het dan eigenlijk over in zo'n stad? In zijn boek Mijn ontelbare identiteiten schetst Sankaya de buurt waar hij opgroeide. En ik citeer. We woonden in een probleemwijk, aandachtswijk, krachtwijk, prachtwijk en vogelaarwijk. En brachten die multiculturele samenleving tot leven. Een wijk met verschillen tussen kaaskoppen, Turk, ik kan het niet precies uitspreken zoals jij het uit gaat spreken, Marokkanen en Syriërs. Verschillen die nog niet zo scherp werden aangezet als nu. Een wijk waar tante Annie toezag op de normen
en de wijk bij elkaar hield. Einde citaat. Dat is ook waar wij in onze wijken naar streven. Onderlinge verbondenheid en op respectvolle manier met elkaar omgaan. Dat staat in onze beleidsplannen. Maar wat ons echt helpt, zijn natuurlijk mensen en boeken, de literatuur en de kunsten. Een boek als van Sinan Sankaya. Want zo'n boek nodigt je uit tot zelfreflectie. En het daagt ons uit om na te denken over de verantwoordelijkheid die we hebben voor het verbinden van de verschillende culturen, tussen de mensen vanuit die verschillende culturen en het openstaan voor verandering. En ik sprak net al over wederzijds begrip en nieuwsgierigheid tussen de verschillende groepen. En dat is volgens mij waarmee verbinding tussen de verschillende culturen begint. En voor het creëren en het versterken van het wederzijds begrip heb je ook geesten als Edu Perron nodig, die grenzen signaleerde en doorbrak. Zo was Du Perron een van de weinige witte Nederlanders die in het Indië van de jaren 30 betekenisvolle vriendschappen sloot met intellectuele Indonesiërs. Zijn standpunten kwamen voort uit, en daar komt hij, een grote nieuwsgierigheid naar elkaar en naar de menselijke drijfveren, inclusief die van hemzelf, uit zijn houding van student of humanity. En dat is precies de reden waarom wij ook als stad die Edu Perron prijs zo ontzettend belangrijk vinden. En ons daar nog steeds met veel ambitie ook, zou ik bijna willen zeggen, aan verbinden. De mensheid bestuderen. Dat is ook de grote kracht van deze universiteit. De plek waar we nu zijn en waar we hopelijk de hele avond en nacht ook ons verder kunnen verbazen over wat de wetenschap ons allemaal als samenleving kan brengen. Breder nog, de maatschappij bestuderen. Understanding society. Niet voor niets werken dus de gemeente Tilburg en Tilburg University de laatste tijd steeds intensiever, ook samen op het gebied van cultuur. Overigens ook op veel andere gebieden. En we hebben onlangs weer uitgesproken dat we dat in de komende tijd ook nog veel nadrukkelijker gaan doen. En daarom vind ik het ook wel mooi dat de prijsuitreiking op dit moment, dit jaar, voor het eerst ook weer hier plaatsvindt. De wetenschap kan ons namelijk helpen in het streven naar de inclusieve stad. En hetzelfde geldt voor de schrijver, de literatuur en de kunsten. Auteurs, boeken en kunstwerken, we hebben ze volop hier in Tilburg. En ze komen voort uit de stad van makers die we zijn. En dat is ook hoe wij onszelf noemen als Tilburg. Stad van makers. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat daar onze historie ligt, hè, in de textielindustrie, maar juist ook omdat we dat makerschap, het precies formuleren en definiëren en uiteindelijk ook in de precisie uitvoeren wat het zou moeten en kunnen zijn, dat we dat een grote waarde en kwaliteit vinden, waarvan we ook het vertrouwen hebben dat die naar de toekomst toe misschien nog wel veel belangrijker wordt dan die in het verleden was. En die makers houden ons namelijk een spiegel voor en geven ons stof tot nadenken. Zoals de schrijver Sinan Sankaya dat doet. Je ontdekt de racist in jezelf, zei Adriaan van Dis in een bespreking van Mijn ontelbare identiteiten. En op zijn minst biedt Sankaya ons een realistisch perspectief op hoe het is om te groeien in Nederland. Op te groeien in Nederland als iemand die zich binnen verschillende culturen beweegt. Een spiegel voor onze maatschappij. En tegelijkertijd bieden makers en schrijvers zoals Sankaya ons ook een open raam, een venster op nieuwe vergezichten. En hij doet ons inzien dat de plaats waar je geboren bent en het land van waar je ouders vandaan komen niet alles bepalend zijn voor je identiteit. Want identiteit is eigenlijk zoveel meer. Ervaren, nadenken, creëren en verantwoordelijkheid nemen. Het vormt je wel. En in een rechtvaardige en liefdevolle samenleving is het juist een kwaliteit dat waar je vandaan komt. En als we de gaven hebben en krijgen en ontwikkelen, ook als stad en als inwoners van deze stad, om dat op die manier te bekijken als een kwaliteit die eigenlijk ons in zijn totaliteit ook weer bijzonderder en beter maakt, dan krijgen we een andere samenleving. En juist in een tijd als deze, een tijd waarin termen als white supremacy en omvolking regelmatig vallen,
en helaas ook inmiddels in de lokale politiek af en toe, hebben het voorbeeld van die Perron nodig en hebben mensen als Sinan Sikkaya nodig. En deze prijs is wat mij betreft belangrijker dan ooit. En dat hebben we onder meer tot uitdrukking gebracht, en dan spreek ik namens ons allemaal, door het geldbedrag dat bij deze prijs hoort te viervoudigen. En dat is ook iets wat niet zo vanzelfsprekend is. Maar dat was echt voor ons de reden, omdat we dachten, samen met de universiteit, van juist de stem en de stem van mensen en van onze kunstenaars, van onze schrijvers, om ons die spiegel en reflectie voor te houden, die zouden we eigenlijk in de komende tijd veel belangrijker moeten maken dan we tot nu toe hebben gedaan. En dan is nu het heugelijke moment gekomen dat ik de laureaat naar voren mag roepen. En een groot applaus. Ik wilde naast jou staande toch nog één belangrijke passage uit het juryrapport gewoon integraal even voorlezen. Omdat ik denk dat wij als jury, en ja, jullie zitten hier in de zaal, mijn medejuryleden, maar misschien kunnen we even opstaan, dan zien de andere mensen wie er in de jury zit. Ja, daar, en Odile hier. Ja, wij hebben, we hadden hell of a job, maar dat heb jij al verteld, hè, denk ik, Odile. Maar wij waren vrij eensluidend en unaniem. We hebben jouw boek gelezen met buikpijn. En met enorme bewondering. Met schaamte en met geluk. En met heel veel, hoe zal ik het zeggen? Misschien wel echo's. Ik denk dat wij dat allemaal ook wel hebben ervaren. Dat je het boek blijft je heel lang achtervolgen. En dat maakt een boek tot een goed boek, denk ik. Je hebt ons enorm geraakt. En ik ga even vertellen hoe we dat hebben geprobeerd kort en krachtig te omschrijven. Mijn ontelbare identiteiten biedt een spiegel aan de lezers en nodigt uit tot zelfreflectie. Het boek is kritisch en boeiend, omdat het niet ontbreekt aan humor en lichtheid, mocht u mij verkeerd verstaan. Omdat de passages over de jeugd in Nijmegen en vakanties in Turkije ook de verloren tijd oproepen. En niet alleen maar de negatieve ervaring in herinnering brengen. Juist de beschrijvingen van het verleden maken het boek sterk in zijn argumentatieve en verbeeldende kracht. Mijn ontelbare identiteiten biedt een realistisch perspectief hoe het is om op te groeien in Nederland. Wie je bent of wie word je als je een andere taal dan je moeder spreekt. Als je anders dan je vriendjes niet alleen van de Atari-computer houdt, maar ook van lezen. Als je anders dan je ouders een universitaire opleiding doet en promoveert. Hoe vind je een weg door het mijnenveld van identiteiten? Dat was het juryrapport. Sinan, ik wilde je feliciteren namens ons allemaal. Wij zijn heel trots dat je in het rijtje van de Edu Perron prijswinnaars zit. We hebben dus een mooie geldprijs die we jou zullen zorgen dat die bij jou komt. Maar we hebben ook een bijzonder cadeau voor je. Wat ook jouw voorgangers hebben ontvangen. Wij zijn de stad van textiel en de textiele kunsten. Dus wij hebben een textiel kunstwerk laten maken enig jaar geleden. Het is ontworpen door de studio By A. En dat zijn Moira Besjes en Natasja Lauwers. En het is vervaardigd in het Textielmuseum. En ik hoop dat het een prachtige plek krijgt, ergens bij jou. Wat de kunstenaars, en dat is voor u heel moeilijk om te zien, maar wat ze hebben geprobeerd te verbeelden, is eigenlijk de samenleving in klein formaat, met daarbij alle structuren en vormen die het in zich heeft. En wij vinden dat ze dat op een hele prachtige manier hebben gedaan. Van harte gefeliciteerd.
En dat toch wel met een literair debuut, dames en heren. Dus hopelijk worden wij daar ambitieus van. Dank je wel. Ik neem nog even een slokje water. Waar kom je vandaan? Uit Nijmegen? Nee, even serieus. Uit Nijmegen, serieus. Nee, maar je weet toch wel wat ik bedoel? Nee. Je ziet er niet uit alsof je uit de Noord-Hollandse klei bent getrokken, zeg maar. Ik kan het niet verhullen. Met mijn zwarte haren, bruine ogen, licht getinte huid en donkere baard ben ik een afwijking van de gewone Nederlander. Ze lacht, zenuwachtig. Ik vind het wel best, dit ongemak. Nederland is demografisch behoorlijk veranderd hoor, zeg ik. Jongen, ben je altijd zo? Hoe? Ongezellig. Mijn ouders, zeg ik, die komen uit Turkije. Ik ben verder echt op Nederlands grondgebied geboren, in Nijmegen. Een migrant die nooit heeft gemigreerd. Ja, van Nijmegen naar Utrecht, naar Parijs, naar Bradford, naar Amsterdam. Maar nooit van Turkije naar Nederland. Was dat nou zo ingewikkeld, zegt ze, terwijl ze het zichtbaar moeilijk heeft. Wat je ook doet in Nederland, bega niet de kardinale zonde om ongezellig te doen. Het moet natuurlijk wel gezellig blijven. Dit soort ontelbare confrontaties sloegen vele barstjes en soms grote barsten in mijn zelfbeeld. En mijn boek is uiteindelijk een antwoord op de vraag, altijd een gebrekkig, een gemankeerd, altijd een onaf antwoord, wie ben ik? Tot welke groep behoor ik? Maar ook natuurlijk de vraag, tot welke groep mag ik behoren? En natuurlijk worstelen ook heel veel jonge mensen met deze vragen. Hun hartverwarmende berichten die raakten mij enorm. Ze herkenden de voortdurende strijd op verschillende fronten. Thuis, op straat, op het werk, in de samenleving. Ga zo maar door. Ze herkennen zich ook in de figuur van de klassemigrant, van de Franse filosoof Didier Eribon. En die schrijft over een andere soort migratie. Die heeft het over de pijn van sociale stijging. En de vervreemding en de melancholie die je ervaart. Maar dan naar de mensen uit je oude wijk. Naar je familieleden, omdat je elkaar niet meer echt begrijpt. Al deze reacties die kwamen ontzettend bij me binnen. En ik wist niet zo goed hoe ik hierop moest reageren. En de veiligste weg is dan om maar niet te antwoorden. In mijn geval in ieder geval. En op een vreemde manier werd mijn jongere ik ook getroost door te zien wat het verhaal bij velen losmaakte. En dat het boek heel veel lezers heeft gevonden, maakt het kluizenaarschap van mij ook voor een groot deel goed. Antiracisme is voor mij geen puur intellectuele exercitie. Dat lees je ook terug in het boek. En toch, hoewel ik de opkomst van een emancipatoren politiek goed begrijp, blijf ik niettemin koppig. Waarom zou je jezelf willen laten verankeren? Waarom zou je jezelf geweld willen aandoen? Natuurlijk definiëren we niet alleen onszelf, we worden ook gedefinieerd. Daar gaat mijn boek ook over. En die etiketteerders die hebben soms een gezicht. Dat is een agent of een docent. Maar ze zijn ook steeds vaker anoniem. Ze verschuilen zich achter de bureaucratie of algoritme. Ze maken bureaucratische hokjes waar we in worden gestopt. De handen geboeid. Zonder tussenkomst van de rechter. En ondanks deze achtergrond
wil ik blijven roepen bijna, we hebben ontelbare identiteiten. Deze etiketten kunnen nooit onze rijk geschakeerdheid, onze veelvormigheid vangen. Dat gaat nooit lukken. En het verzet begint bij mij dan ook bij de weigering om ons te vereenzelvigen met de etiketten van buitenaf. Om uiteindelijk politieke projecten te bouwen op basis van solidariteit, niet op basis van identiteit. Ik weet niet of mijn boek heeft bijgedragen aan, ik citeer, een wederzijds begrip en een goede verstandshouding tussen de in Nederland woonachtige bevolkingsgroepen. Sommigen zullen het daarmee oneens zijn. Mijn boek zou polariseren. De façade van gezelligheid doorbreken. Edgar Duperron stond bekend om zijn engagement en kritiek. Hij sprak over de multiculturele samenleving voordat het woord bestond. Hij ging er met gestrekt been in tegen de opkomst van het populisme, de opkomst van het fascisme. Hij schuwde het politieke niet en was tegelijkertijd literair. Hij liet zich niet begrenzen en keek over grenzen. Ik ben de jury van de Duperronprijs dan ook zeer erkentelijk. Het is een geweldige eer om deze prijs, ik zou willen zeggen juist deze prijs, te winnen met dit verhaal. Stiekem was het altijd mijn inzet, hoe bescheiden ook, om op een kleine manier bij te dragen aan het wederzijds begrip. Om via het persoonlijke en politieke verhaal de literatuur mensen te raken. En we hebben meer van dit soort verhalen nodig. Verhalen die de meerstemmigheid in de Nederlandse samenleving zichtbaar maken. Geen verhalen over, maar verhalen geschreven door mensen aan de marges. Verhalen over het onvervreemdbare recht op complexiteit. Verhalen die terugspreken, wat je ook van ons denkt. Waar ik me nu op dit moment mee bezighoud, maar wat me eigenlijk altijd bezighoudt, is het onderwerp van de liefde. Nou, niet in romantische, maar weer in politieke zin. En de vraag van mijn nieuwe boek is, wat betekent liefde in het politieke? En de Afro-Amerikaanse filosoof Cornel West antwoordt, een van de vele antwoorden, rechtvaardigheid is hoe liefde eruit ziet in de publieke ruimte. En dit is natuurlijk altijd een tough love. Waar, oh waar, het liefst was ik een stuk minder sentimenteel, is die publieke liefde op dit moment. Ik heb het dan voor de duidelijkheid niet over het bedrijven van de liefde in de publieke ruimte. Dat is een ander soort liefde, publieke liefde. De individuele belangen staan ver boven de belangen van de gemeenschap. Dat is inmiddels het devies. Politieke spierballentaal onthechtte de sociale lijm die ons altijd al houtje-touwtje bijeenhield. Door kwetsbare burgers steeds maar weer te bestempelen als concurrenten, vreemden of kostenposten, wordt het ware institutionele drama gemaskeerd. En de toeslagenaffaire is hier slechts een voorbeeld van. Iemand houdt deze ongure politiek in stand, deze politiek van de haat. Iemands status en bezit wordt wel beschermd. Het gevaar dat steeds maar weer in de vorm van de ander zou verschijnen en bijvoorbeeld de Europese cultuur zou ondermijnen, komt al veel langer van binnen. Keer op keer ondermijnen illiberale liberalen en wankelen progressieven de kernwaarden van de rechtsstaat. De ruk naar rechts blijkt elke keer weer een stuk verder naar rechts te kunnen gaan. In lijn met Edgar Duperrons werk lijkt het me dat schrijvers in het huidige tijdsgewricht er niet aan ontkomen om zich te engageren met het politieke, met de huidige machinaties van haat. Laat ze verhalen schrijven die ons, ondanks alles, herinneren aan ons gedeeld lot. Laat ze werelden verbeelden met alternatieven. Want is dat niet de kern van het politieke? Nadenken over alternatieven? Laten we denken en schrijven over liefdevolle alternatieven. Ontzettend veel dank. Nog even gebruik maken van de gelegenheid. Ik ontzettend veel dank ook voor Katrijn, mijn redacteur, die mij heeft gepusht om er geen wetenschappelijk verhaal van te maken,
om een persoonlijke verhaal van te maken. Dus ontzettend veel dank, Katrijn. En natuurlijk met mijn uitgever er bezig bij. En Nawal, Marijn, Paul, niet jij Paul, andere Paul. Samir en... ja, zeker. Maar dus nog even al deze mensen bedanken. En natuurlijk wederom de jury. Dankjewel. Ja, je mag hem hier neerleggen, dan vind je bloemen mee. Ja? Nou, hartstikke gefeliciteerd, Sinan, en ook bedankt voor je super inspirerende woorden. We zijn inmiddels bijna aan het einde aangekomen van het programma. Maar voordat we jullie de rest van Knight University laten ontdekken, wil ik eerst nog even het podium geven aan de laatste spoken word artiest van de avond, namelijk Kevin Groen. Kevin zoekt als spoken word artiest vaak de confrontatie op met ongemakkelijke thema's. Hij is geadopteerd uit Zuid-Korea, waardoor identiteit altijd een heel belangrijk vraagstuk is geweest in zijn leven. Het duurde alleen even voordat hij de woorden vond om deze goed te beschrijven, maar inmiddels doet hij dat volop in zijn spoken word. Mag ik een hartelijk applaus voor Kevin Groen. Ik ben geboren in de baarmoeder van mijn moederland, maar opgegroeid in een buitenland. De handen van vreemden vastgeklampt, zoekend naar een plek die voelt als thuis. Van de hand gedaan middels adoptie. Mijn naam, een geruis op de achtergrond om de pijn van een verdrongen verleden een plek te kunnen geven. Een naam die voelt als een vreemde, alsof mijn lichaam vervreemd is van mijn eigen identiteit. Het is een vreemd gegeven, verplant te worden zonder wortels. Geen stamboom om op te steunen, geen geschiedenis, ontworteld. Transplant shock, zoals dat heet, gaat gepaard met trage groei en verminderde kracht. Misschien geldt dit als verzachtende omstandigheden dat ik jarenlang niet bij machten was mijn naam uit te spreken. Mijn naam, als een vluchteling ondergedoken voor een eindeloze strijd tussen dankbaarheid en woede. Schaamte en trots, een botsing van culturen. Ik heb mijn naam verloren de dag dat mijn moedertaal verleden tijd werd. Gevangen in de leegte tussen hier, nog daar, opgegroeid in de schaduw van onze zogenaamde beschaving, want ondanks dat Nederland al decennia lang claimt dat er geen plek is voor racisme, is er blijkbaar nog steeds ruimte genoeg om mensen buiten te sluiten. Maar de leegte werkte als een echo. En wat ooit begonnen is als een hartekreet, ontwikkelde zich na verloop van tijd naar een oorlogstrommel. Klaar om de strijd aan te gaan met trauma's uit het verleden die zich afspelen in het heden. Mezelf te lang de schuld gegeven slachtoffer te zijn van racisme, want je moet als geadopteerde vooral dankbaar zijn om in een land als Nederland te mogen leven. Vergiffenis. Gaat niet alleen om het vergeten van geleden pijn. Maar jezelf te kunnen vergeten, niet beter te weten hoe je destijds als klein kind moest omgaan met de complexiteit, zoekende te zijn naar je eigen identiteit. Het feit dat je vandaag de dag er nog staat, is een bevestiging van hoe sterk je daadwerkelijk bent. Gesterkt door een leven lang lijden. Leed dat leidt tot leven. Dit is wie ik ben. Gevormd door onzekerheid. Gehard door onrechtvaardigheid. Gesterkt door diversiteit. Jarenlang in alle stilte de messen kunnen slijpen, zodat ik kan balanceren op het scherpste van de snede. De scherpte van mijn tong als weerwoord die geen weerga kent, elke keer wanneer men probeert mijn rechtmatige plek in deze samenleving af te nemen. Hier sta ik. Dit is wie ik ben. Onbevangen, onbeschaamd, ongeremd. Niets langer zal ik mij verontschuldigen voor wie ik ben, Kevin Groen. Maar ook Aan Kwang Su. Mijn namen, mijn vele identiteiten, uniek maar ook een van velen. De taal van activisme die ik uit noodzaak vloeiend heb leren spreken. Ik heb mijn identiteiten eindelijk omarmd. Ik heb mijn rechtmatige plek in deze samenleving ingenomen. Dit is mijn naam, Kevin Groen.
Dit is wie ik ben aan Kwangsu. Namen vol kracht. Woede, trots, pijn, passie, emoties, ambities, dromen, wensen. Een toekomst zonder grenzen. Want mijn identiteiten, die horen hier ook te zijn. Dank jullie wel. Wauw. Dankjewel, Kevin. Bedankt, Kevin. Ter afsluiting wil ik graag nog even het woord geven aan de rector magnificus, Wim van Tonk. Ja, hij komt eraan. Een hartstikke applaus, inderdaad. Dankjewel. Dat geldt, laat ik daar maar mee beginnen, voor Marcelle, de gemeente, het gemeentebestuur en namens het college van bestuur van onze universiteit mag ik, denk ik, de dank zeggen aan al diegenen die deze prachtige avond hebben mogelijk gemaakt en hebben georganiseerd. Ik ga geen namen noemen anders dan die ik al noemde. Dan ga ik mensen onrecht doen, maar het voelt enorm goed en trots om hier op deze avond dit mee te mogen maken. Er zijn hele belangrijke dingen gezegd. Ze zijn ook heel mooi gezegd. Jullie allemaal. Prachtig. Paul, bij jouw verhaal moest ik even denken aan inderdaad nu, wat zal het zijn, 7, 8, 9 uur rijden hier vandaan. Dat mensen in een fabriek van kolen en staal misschien nog net op tijd weggevoerd konden worden nadat ze wekenlang tussen hoop en vrees in een fabriek van staal met kolen ondergedoken hebben gezeten in catacomben, hopend misschien op een moment dat ook wij in Europa weer zien dat ook ons verhaal begon met kolen en staal. Het smoesje na die oorlog om mensen weer bij elkaar te brengen. Misschien nog met het idee dat als we dan handelen dat het weer goed gaat, maar vooral vanuit het grote respect dat de mensen die dat toen deden verdienden voor het grote leiderschap dat getoond is. Dat het nooit die haat tussen identiteiten, volk en mensen mag zijn die wint. Maar inderdaad, zie dan de liefde. Die kracht die er altijd is, maar die moet worden opgewekt. Die kansen moet krijgen, die ruimte gegeven moet worden. En ja, ook misschien wel vooral in de publieke ruimte. Die misschien wat schraal geworden is de afgelopen jaren. En misschien wel beroofd van precies de taal die jij en de collega's vanavond, die het zo mooi konden voordragen, in ons midden hebben teruggebracht. Taal terugbrengen in de publieke ruimte die ertoe doet en die ons terugbrengt naar begrippen die we eigenlijk een beetje kwijtgeraakt waren de afgelopen decennia. Dat is misschien een korte samenvatting van wat er gebeurde, maar ook een indicatie van de enorme opdracht die wij ook als universiteit voelen, samen met de stad, in deze stad, in Europa, om verder te dragen wat met kennis geholpen en onderzoek, door onderzoek gevoed, een grote opdracht is. Wetenschap en cultuur dus samengebracht vanavond hier, en dat voelt zo goed, het voelt soms ook wel een beetje vergeten. Maar niet hier. Niet in onze universiteit, niet in deze stad, waar inderdaad die textielindustrie, Marcelle, je noemde die terecht, niet alleen maar een ambacht van maken was. Dat was het ook. En dat blijft het. En dat is het nog steeds meer met nieuwe technieken. Maar ook een stad waarin het verbinden en het weven en het verweven tot grote kunst is verheven. Dat vanavond is hier, denk ik, in deze zaal weer een stukje gebeurd. Bij elkaar gebracht, kunst, cultuur. Met meerdere visies en meerdere identiteiten. En och, Sinan, ik herinner me nog als van gisteren het moment dat we het inderdaad over gezelligheid hadden. En over koekjes. Onze koningin die over een identiteit, een Nederlandse identiteit sprak. Op het moment dat we daar in het Nederland het debat over begonnen. En blijkbaar had geleerd van iemand uit die Noord-Hollandse klei opgetrokken. Nederland is één koekje bij de koffie. Ik weet nog dat ik op de eerste rij zat en zei, het gaat nu al niet meer over ons. Er zijn veel meer koekjes bij de koffie. En wij sluiten gezellig avonden af. Maar vanavond is het wel gezelligheid met inderdaad een doorgegeven ongemak van lastige en pijnlijke vragen.
die in een universiteit die Understanding Society als motto heeft en die staat voor de sociale wetenschappen, de humanoria, een grote opdracht geeft. Ja, wij gaan investeren in technologie en het is heel belangrijk om dat te doen. Maar wat is het belangrijk om historici, literatoren en anderen vanavond in ons midden te hebben die ons de weg wijzen, die ons scherp houden en een opdracht geven. Wat fijn dat u er allemaal was. Dank u wel. Ja, het zit er alweer op. We hebben mogen genieten vanavond van het prachtige en creatieve woordenspel van Trentje van der Wouw, Danielle Sawadi, Kevin Groen. We hebben nieuwe inzichten opgedaan als het gaat om Europa, Oost en West. Met Paul Scheffer uiteraard. We hebben ook gezien hoe Sinan zijn welverdiende prijs in ontvangst heeft mogen nemen over zijn boek. Over zijn boek Mijn Ontelbare Identiteiten. En natuurlijk wil ik ook de jury en de organisatoren bedanken voor het organiseren van dit geheel. Fascinerend hoe onze menselijke natuur, het thema van vanavond, op zoveel verschillende manieren zich kan ontwikkelen in lijn met het boek wat de prijs heeft gewonnen. Tot slot wil ik jullie nog even attenderen op de boekenkraampjes die daar buiten staan van Livius en Books for Life. Sinan zal daar ook boeken signeren eventueel, mocht jullie dat willen. En dat kan natuurlijk allemaal onder het genot van een borrel. De avond is nog jong. Er staan nog allerlei mooie zaken op het programma bij de Knight University, zoals een lezing van Joris Luijendijk over zijn boek De Zeven Vinkjes. Er is een silent disco gaande in dit gebouw. Levend ganzenbord, nog veel meer. Ik hou jullie niet langer hier. Fijne avond nog gewenst. Dank jullie wel.